De pijnlijke waarheid waarom mijn grootste droom nooit kan uitkomen, hoogstwaarschijnlijk. Ik wil al heel lang kinderen hebben. Shania is 10 jaar jonger dan mij en wil ook kinderen. Ooit wel, binnenkort. We zien van kinderen, kleine kindjes, en dan denken we wel dat ook. Ik ben al 32, ik word 33 binnen 2 maanden. En ik denk van, ik wil graag kinderen. Los van het feit dat ik er nu voor kan zorgen met mijn Tourette of niet. Maar ik heb Tourette en ik heb diabetes en ik heb prikkelbare darm en een heleboel andere erfelijke ziektes. Ik wil dat kind niet aandoen wat ik zelf heb meegemaakt. Ik heb 5 jaar op sterven liggen. Ik heb al van mijn 13 jaar heel veel tics. Al van vroeger tics, maar ja, van mijn 13 en van mijn 18 was het echt verschrikkelijk. En ik pak al zwaar medicatie als ik al een kind zijn voeding, oftewel al zijn voeding afpakken, oftewel al van heel vroeg medicatie geven. En dan nog, ik ben zo bang voor breuken, nu met die liesbreuk. Als ik tics heb, als ik val met de brommer of met een auto-ongeluk, waar ik geen controle over heb. Ik ben er zo bang voor later als ik nog zieker en ouder word. Dus ik wil dat kind dat gewoon niet aandoen. En daardoor kan ik gewoon nooit een kind van mezelf hebben. Want ja, ik wil dat kind dat niet aandoen. En dat doet zoveel zeer. En dan kan je zeggen adoptie of donor. Maar dan heb je nog steeds geen kind van jezelf. En adoptie is ook ingewikkeld door verschillende redenen. Dus ja, mensen beseffen dat niet. Want het is echt heel zwaar als je geen kinderen kan krijgen zelf niet. En veel vrouwen hebben mij er al voor verlaten. Ik hoop dat ik nu met Shania kan blijven verder gaan. En dat het werkt dat we ooit onze droom kunnen waarmaken. En toch kindjes kunnen krijgen van onszelf.